Van harte welkom vanaf de Mert in Linn. Hier zitten we weer met het programma Heurigtig. Neven weg met een zeer gewaardeerde vriend Frans Mulders. Frans, wie is het? Ja, heel goed. Het wordt mooi weer geweest vandaag toch? Nou, ik zie het. Blakende gezondheid. Ja. Wat is er in bijzonder opgevallen deze dag? We zijn bezig hè, met die plassen daar, in Oostvaarder plassen en het afschieten van de herten. En dan denk ik, jongens, als ze zich zoveel zorgen zouden maken over alle mensen die in de wereld zomaar afgeschoten werden en die te lijden hebben onder oorlog en geweld, dan ging het dus heel wat beter. Hè? Het is echt te gek om te vertellen, als dus mensen op de bres springen, bedreigingen uit aan anderen, hoe fanatiek mensen in dit proces kunnen zitten en niet opkomen voor de eigen mensen, overal in de wereld hoe ellende is. Ja, daar heb ik toch wel wat moeite mee. Nou, begrijpelijk. Hoe ik geen moeite met heb, daar gaan we nu langzaam naartoe. Neven, de jonge dame die neven die zit, stel ik heel even voor aan de kiekers van TV11. Ik ben Laura Engels, aanstaande zaterdag gewoon voor het, of Sunje, sorry, voor het Gouwaardzaterdag. Sunje gewoon voor het Bergen Boetefestijn organiseren en de Gouwde Vastelovende aftrappen. En daarom zit ik hier. En zoals verleden jaar ook al hier, omdat leuke festijn, want toen kende ik dat nog niet, in Berg, in Sint-Odilienberg, om dat aan te kondigen, de 11e van de 11e, de opening van de carnaval. En het hoor, verleden jaar ben ik dus gaan kijken. En ik vond het geweldig chique, toch? Een enorme hoeveelheid mensen in Sint-Odilienberg. Ik denk meer dan er in Sint-Odilienberg überhaupt wonen. Ja? En het Woonmetrofeest, midden op straat, verkeer werden omgeleid en noem maar op. Het is wel een enorm spektakel. Wat heb je dit jaar op het programma? Dit jaar hebben we op programma voor Trappenaaf met Patrick Gerrits, met het Limburgs Volkslied natuurlijk. En donderdag gaan we door met een bandje uit Venlo, Pats. Hier is een Spitzenkamp, Marleen Rutte, Big Benny, Erwin. En nog veel meer. Ja, en nog veel meer. Ja, eigenlijk, wat ik eigenlijk wel leuk vind, is dat er eindelijk eens de durf heeft gehad in Midden-Limburg om daadwerkelijk de 11e van de 11e get te gaan doen. Ja, als particulier initiatief, hè? Want de meeste is wel een stage, dat soort dingen, of een vendor is wel wat initiatief. Je zit net allemaal verenigingen, ja. Ja, maar dit is toch wel heel erg particulier, hè? Je hebt al een cafébedrijf, hè? Ja, inderdaad, ja. En je organiseert dat helemaal voor eigen rekening en risico. Ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad geweldig. Ja, tuurlijk is Zuus dan eigenlijk Berg de vuurstad van Remijn. Dan kunnen ze een Remijntje een puntje dan zuigen. Is dat niet meer moeilijk? Wat Melik? Melik, hier woont nergens. Melik, voorstad van Romein. Nee, kijk, het is de Veurstraat van. De Veurstraat. Dat is de Berg is de Veurstraat. Zeggen we geen commentaar. Nee, goed, maar het is een beetje wel van kennen we Limburg of kennen we Limburg niet, hè? Dat is wel. Daar reed het over. Maar zeg eens, hoeveel mensen verwacht je nu op zo'n... Ja, dit is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. We zitten vorig jaar naar chatting om en om op de 1100. We hebben de Facebook-reacties op dit moment, houden we natuurlijk heel erg nauw in de gaten. En we verwachten toch wel dat we dat wel gewoon overtreffen. We kunnen op het terrein 2200 mensen. Dus eigenlijk gewoon vandaag gewoon voor. Daar heb je vergunning voor 2200? Ja, voor 2200 mensen, ja. En dat begint hoe laat? Het begint om 10:50, maar het terrein gaat om 10 uur open. En dan ga je door tot? Tot 7 uur. Tot 7 uur s'avonds, ja. Ja, tot 7 uur. Dus in principe is er nog heel weinig overlast voor de mensen uit Berg zelf. Ja, van de mensen uit Berg zelf en voor de straat, maar die vinden eigenlijk alleen maar geweldig dat ze doen. Ze het ook, ja. Gelukkig hebben we een heel meegaande straat en die vinden het allemaal fantastisch dat er zo goed wordt georganiseerd. En die komen toch allemaal even kijken? Die komen toch allemaal even kijken, ja. En, is de parkeergelegenheid, is er voldoende? We rooien echt iedereen aan om met de fiets te komen. Dat is wel een voldoende plek voor parkeergelegenheid. Het wordt moeilijk, omdat... Ik vind jou, er werd gedronken, dus glaasje op, laat je rijden. Precies. En de bus zijn mogelijkheden zat om dat te kunnen komen. Precies. Dat is altijd een goed advies, hè. Even, verleden keer, toen had zeg maar, mocht je nou, als je die publiciteit dan niet gehad rondom die dingen. Dus ik neem maar aan dat de kijkers van TV11 nu veelvuldig zullen komen en dat die 2200 plaatsen vol zijn dadelijk. En wat gebeurt dan? Ja, het is vol, is vol. Ja, vol is vol. Vol is vol, ja. Maar ze gaan echt mensen gewoon weigeren.
we hopen gewoon dat het allemaal gewoon geit, zoals het geit, zeg maar. Maar ja, vol is vol. Na die 2200 kunnen we inderdaad geen mensen meer toelaten. Dan is het einde de route, einde de rennen. Dat is wel zo. Dat we er eerder van God. Het is niet zoals een gemeente met statie voor statie dat ze er de heel straat kunnen afzetten. Heb je dan een soort voorverkoopmogelijkheid? Nee, het evenement is helemaal gratis. Is gratis? Ja, het is een gratis iedereen evenement. Is welkom. Ja, iedereen is welkom. Ja. Zo. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat is wel ziek. Ja. Ja, het is een gratis evenement. En dat voor een particulier initiatief, geweldig. Ik vind dat initiatief gewoon boetegewoon geweldig. Ze zonder risico durven te nemen, want die hadden ze altijd de geluiden. De mensen zeggen het nog meteen van ze versproken. Veer zijn altijd bedaafd, trappen in de Remunje, s'morgens om 11 voor 11 met de kanonscheut. En dan huur ze gewoon dat ze door geen evenement van de grond af willen trekken, zeggen ze gewoon toch allemaal naar Maastricht toe. En dat is dus zeker niet waar. Het is ook maar berg. In de berg, en ik denk dat het er nog stukken gezelliger is. Ja, want als het dus tegen toezien minstens steeds en dus steeds hutje mutje, dat lijkt me niet zo gezellig als toch. Ja. Dankjewel. Veel succes. Ja, dankjewel. Dus ik ga nog maar één ding zeggen tegen de kijkers van TV11. Allemaal op de volgende week zondag. Nou, het Berger. Boetevestijn. Dankjewel. Ons. Nee, van afgekort heb ze nog andere bezigheden. Hè? En de gas wat nu aan de tafel zit, is er ook een douche. Ja, Maurice is natuurlijk Maurice Graaf bio zitten. Welkom. Dank leuk je. Dat ze naar buis. Maurice is natuurlijk een profvoetballer, puur sang geweest in het Limburgse. We hebben ooit ik, Mr. VV of Mr. Roda, ik weet het allemaal niet meer. Maar het echte was ooit topscorer van de eerste divisie, 29 doelpunten. Moest ik voorstellen. Hij was een bijzonder populaire speler. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. Hij omarmde ook het publiek. Wist ook altijd een biertje mee te drinken, kan ik me herinneren. Dat was altijd gezellig. Ja, kijk. Dat. Maar ik vind dat die dossierkennis is nog steeds goed. Dat is zoals window dressing, noem ik dat. Ja, nu ook een programma op TV11. Kern gezond, hè. Dus ja. Dat is een programma. Dat gaan we vandaag niet echt over hebben. We gaan vandaag echt hebben over de derby's die aan stond te komen. De wedstrijden tussen VVV en Fortuna en Roda en MVV. En Maurice werd er alles van, dat werd ze tussen. Hè. Hij werd vooral ook hoe ze de latkens raken. Latje tik is wel. Latje trap, ja. Die TV Limburg. Hoe in het verleden zijn kunst, hè. Hoe kan ik de lat raken? Dat was de voorstel. Die christenen bedacht. Hè. Hoe voetballen dat wel, eigenlijk is het meest ultieme van voetbal is een goal maken. Hè. En dan kreeg ze dus een denker, een filosoof, en Maurice, en hij zei dan, het zwart, we moeten de lat geraken. En dat is dan het voorbeeld van de jeugd. Maar jeugd werden ook betrokken in dat programma, ja. Die moesten dat kennen. Ja, en het mooiste was, ik werd op een gegeven moment bekend bij de jeugd, niet meer als de ex-profvoetballer, maar als, zeker bij de Marokkaanse jongeren, hè. Je bent die meneer van de latjetrap. De latjetrap. De meneer van de latjetrap. Ja, leuk, dat is leuk. Ja, dus en heeft ze het rondgelopen in hier van de velden en bij de voetbalclubs en noem maar op. Zit ze nog niet bij de oud-spelers, rebellen of? Ja, FC de Rebellen, ja. Dat zijn oud-spelers die niet op haar mondje gevallen waren. Maar ik zocht daar, onlangs zocht ik daar een wedstrijd van, met de regering Vrede zocht nog rondlopen, ook een beetje groter geworden. Ja, hij is twee kanten opgegroeid. Ja. Dat bedoel ik. Dat is dus dat er een paar. Ja, wat als je vroeger rijdt ontzag, dat gaat dan ook gebroken. Ja. Ja. Gelieerd, dat zijn twee fases in die leven. Ja. Ja. Dan werd er dadelijk nog een derde fase en dan kind dat er weer vanaf. Ja. Maar nu toch de derby's die eraan zullen komen. Want daar hebben we natuurlijk altijd over voetbal, dat is natuurlijk toch die nacht. Aanstaande zaterdag VVV tegen Fortuna. Ai. Ontzettend leuke derby. Op een leuk moment, want Fortuna duidt het fantastisch. VVV duidt het ontzettend goed. Ja, zeker. Denk dat we daar als Limburgers dus echt trots op mogen zijn wie die nu presteren. In de kool. Ik moet zeggen, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat VVV een thuisvoordeel heeft. Ook net iets meer kwaliteit heeft. Maar zeker op dat eigen kunstgras dat meer tot zijn recht zal komen. Maar ik ben heel benieuwd. Ik heb diep respect voor wat Fortuna in een paar jaar uit de doden herrezen. En nu eigenlijk middenmoot Eredivisie op dit moment, dat is gewoon niet te geloven. Nou ja, luister, ik heb de nieuwe eigenaar ontmoet van Fortuna, de Turk Izetan Gün.
En ik moet zeggen, het is een hele kundige man en een heel serieuze man ook. Hè. Dat is wel van die Arabieren die een clubje opkopen om een beetje stoer te doen en een beetje rijk te doen. Maar deze man heeft naar mijn idee echt een visie op de organisatie. Hij heeft een plan, een meerjarenplan. Hij is leuk CEO geweest van Galatasaray. Man werd echt verkald. En ik vind dat heel ziek om te zien. Dat ik heb diep respect voor hem gekregen wie er op het moment dat Fortuna nog bovenaan stond, in ieder geval midden voor het kampioenschap, dat er toch het aandurfde om Olysee de trainer te ontslaan. Want dat was gewoon niet langer houdbaar. Anders waren die dus ook echt geen kampioen geworden en niet gepromoveerd. Of kampioen waren ze niet gepromoveerd. Dus dat vond ik Ja, maar het was ook wel een beetje in zijn filosofie. Hij wil zeggen, kijk, moet eerst een professionele organisatie opzetten, waarbij alle poppetjes in elkaar passen, die ook die mensen op de plaats zitten omdat ze competentie hebben, niet omdat ze daar toevallig ooit gekomen zijn als vrijwilliger of door een vorige organisatie terechtgekomen zijn en dan maar een plekje moeten invullen. Nee, het gaat echt over de competentie, moet iets kunnen en dan zetten we het op de plek. Ja, maar Fons, dat is wel heel moeilijk, want Fortuna komt natuurlijk van heel ver en het kunnen overleven dankzij een geweldige schare vrijwilligers. En dan is het heel lastig om dan nu allemaal professionals te zijn. Dat is eigenlijk nu de basis van het succes waar ze nu staan, doordat ze van de ongeroute dus met allemaal de showerstrongen te zitten. IZI op het moment waar ze nu staan zijn. Een heleboel vrijwilligers, een aantal hele goede sponsors. Einde nog de Tremuntse, Peter Brouwers, waar ze heel veel aan te danken hebben gehad in de zwaarste tijd. Die hebben Fortuna overeind gehouden. Ja, maar goed, het is altijd zo in die veranderingsprocessen bij die clubs, hè, die heel diep zijn, is dat enerzijds hebben ze de vrijwilligers, hoe ze heel veel aan te danken hebben, de oude sponsoren, hoe ze heel veel aan te danken hebben, maar er moest toch nog een nieuwe organisatie toe. Absoluut. Als kunst dat niet. Absoluut. En dat veranderingsproces, dat is je dan heel goed in de gaten. Ja, maar dat duurt nog een paar jaar, dat bedoel ik eigenlijk. Dat is ingezet, zeker. Maar dat zien we niet. Maar dat kunnen we ook, omdat er dan zelf iedere week 3 dagen is, dan serieus mee bezig is. Rustig blijft. Ja, maar ook oorheid voor iedereen. Hè? Of het nu de materiaalman, de koffiejuffrouw of whatever is. Het voor iedereen een oor, dat is heel mooi. Dat is de ene club. En dat is de andere club, VVV natuurlijk. Met een enorme marketingdrive. Met een enorme ook visie op termijn. De club heeft zich ook echt ontwikkeld. Onder andere met Marco Bogers ook. Ja, Marco en vooral ook het technisch beleid. Met Stan Valks en Maurice Stijn, de hoofdtrainer. Ja. Die hebben een weg ingegaan 4 jaar geleden. Waarbij ze gezag hebben. We gaan ieder jaar doorselecteren. Type spelers die willen werken. Die niet in paniek raken als ze een keer reserve zijn. Niet in paniek raken als er 2 keer achter elkaar verloren weer. En dan zien ze dus dat ze karakters bij een hebben. Die voor elkaar door het vuur gaan. En als er toevallig in de tussenlupt dat niet in dat team past, zoals vorig jaar, dan werden die in de winterstop werden die verkocht. Genot om te zien, hè, die 2 clubs. Wat gaat het werden, denk je, die 2? Ja, ik denk dat VVV, ook omdat ze toespelen, en ik ze toch over de lange termijn iets meer kwaliteit vind hebben dit seizoen, dat VVV gaat winnen met 2-0. Nou. Wat ze stik vond. Ik moet zeggen, ik denk dat ze gelijk hebben een beetje met die voorsprong, die thuisvoorsprong. Dat is nou eenmaal zo. Hè. Kunstgras, thuis. En de Koel is natuurlijk een echte thuishaven. Dat is Fortuna veel minder. Het stadion van Fortuna is veel minder thuis. Begint te komen weer. Begint wel te komen. Maar VVV in de Koel is natuurlijk toch altijd wel. Doet je wel wat, hè, je hart. Hè. Dat is wel iets. Nou, laten we zeggen, dat ik toch voor 2-2 ga. Ze hebben genoeg goals. Ja. Ik mocht er van dichtbij bij zijn, Zolter. Is wel leuk. Ik ben voor Fox Sports, de analist op het veld. Oh, leuk. Zo, ja. Super leuk. En nu de andere wedstrijd. Een week later, op zondagmiddag, om 11:15, MVV Roda JC. Eigenlijk waar we heel positief zijn over Fortuna en VVV, zijn dat de 2 ploegen in nood in het Limburgse. Waarbij ik bij MVV altijd nog zoiets heb dat die altijd boven komen drijven, dat de trainer door Ron Elsen met minimale middelen eigenlijk toch altijd een maximaal rendement weet te behalen. Dat gaat ook dit jaar uiteindelijk weer lukken. Die gaan play-offs spelen, daar ben ik van overtuigd. Ja, en Roda, daar verwacht iedereen heel veel van. Maar ja, het is zoveel jaren wanbeleid eist is zijn ook, tol. Ja, precies. Het is ook wel erg laag gezakt, hè? Ja, terwijl Roda wel een van de smaakmakers van de
keukenkampioen divisie kan er neder winnen. Ja. Met Engels. Zou het moeten zijn, hè? Ik bedoel, het is een prachtig stadion. Het is een club ook met een enorme historie. Ja. Die ook door heel veel Limburgers in de harten opgenomen is. En ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg triest om te zien hoe ze nu staan en hoe het nu gaat. Ik vind het jammer. Weet je waar ik bang voor ben, Fons? Ik heb de play-off wedstrijden met gemaakt 2 jaar terug, of 1,5 jaar terug. Ik ben bang dat het escaleert volgende week zondag. Het gaat bij allebei de ploegen niet crescendo. Die supporters die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ook dat is wel een aspect, hè? Dat is wel een aspect. Ik ben heel benieuwd wie dat geeft. En laten we hopen dat dat goed gaat en dat die supporters zich in ieder geval weten te gedragen. Het is natuurlijk altijd nog maar voetbal. Het is altijd nog maar een spelletje. Ja. Maar goed, terechte zorg. We hebben in het verleden gezien dat er wel wat spanningen kunnen ontstaan. Laten we hopen dat het niet escaleert. Laten we hopen dat we het sportief houden. Toch nog even de vraag over alles. Nou, even de uitslag, wat denk je? Ja, ik ga je toch op een echte derby-sfeer 1-1. Kan ik me ook nog vinden, helaas. Helaas, kan die dan nog maken. Toch één vraag. We hebben het altijd over het Limburgse voetbal. We zeggen altijd, de 4 clubs moeten bij elkaar. Dig en ik weten dat dat niet echt kan. Die nog nooit gebeuren. Die culturen liggen echt uit elkaar. Ja. Dus als we dan zien wie dan Fortuna en bijvoorbeeld VVV nu weer opkomen, dan geeft mij dat weer een sprankje op dat we toch ook wel meer als één eredivisieclub in Limburg kunnen hebben. Wat denk je daarvan? Hoe zie je die toekomst? Nou, ik denk dat we er zeker meer als één kunnen hebben, maar wie goed kan die weer? Kijk, Fortuna, VVV als hoogste nu pakken. Daar kan ik niet van zeggen, die gaan nooit structureel in de top 7-8 voetballen. Daar hebben ze de mogelijkheden. In dit stadion hebben ze dat niet voor. Dus als ik ooit in Limburg naar Europees voetbal wil, dat is heel lastig. Maar aan de andere kant, clubs bij elkaar, dat bestaat niet. Dat gaat niet. Dan vallen er dooien. We gaan gewoon kijken hoe, dat is ook zo. Ja. We gaan kijken hoe zich dat allemaal ontwikkelt. Overigens, Maurice heeft ook ooit Europees gescoord. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat weten we, hè? Eindelijk hier. Ja. Dat staat in de boeken. Ja. En dat is in ieder geval een prachtige herinnering. De UEFA Champions League worden. Nee, niet de Champions League. Ja, dat is nu de Europa League. Hè. Toen was er nog gewoon de UEFA Cup. Ja, UEFA Cup. Ja. Maar in ieder geval Europees gescoord hier, Maurice. Nou, applaus voor Maurice. En, ja. Groot applaus dus. We hebben dat. We hopen dat prachtige wedstrijd. Dankjewel. En via gewoon hier even scoren. We gaan naar de reclame toe. We zijn zo weer goed.